Ik heb het er al meer over gehad, hè? Over die watjesgeneratie. Over dat gepemper. Ja, ze moeten niet blootgesteld worden aan de hele verschrikkelijke dingen van die boze buitenwereld. En dan moeten ze, ja, voorzichtig behandelen en maar pemperen en maar pemperen. Vrienden, en wat is het resultaat daar nu van? Hey, heb je dat gelezen? Pas geleden, ja. Is onderzoek geweest. 1 op de 4 jongeren tussen 18 en 34 jaar, die hebben een last van een burn-out. Burn-out, 18, 34 jaar. En die kunnen de stress van het werk niet aan. De spanning, dat kunnen ze niet aan. Ze lopen onzeker door het leven. En allemaal die. En dan krijgen ze een burn-out van. Nou, vrienden. Daar raak ik helemaal van de leg. Als ik zoiets lees, denk ik, hoe is dat nou toch mogelijk? Vroeger heb ik nog nooit iemand gehoord. Niemand in mijn omgeving had een burn-out. Je wist niet eens dat het woord bestond niet eens. Je weet helemaal niet wat dat was. Een burn-out? Vroeger, en dan nog hebben zij het veel makkelijker nu. Ze hebben veel makkelijker, want je mag al niks zeggen op het werk tegen ze. Want dat is verboden. Je mag geen stemverheffing, of je mag niet eventjes even onderuit uit de tas gaan. Dat mag allemaal niet. Nee. En ze mogen ook nog eens een keer minder werken. Minder uren dan wij. Wij moesten veel meer uren werken en wij kregen de volle laag. Ja! Ik moest bij mij op de krant, moest ik bukken voor de lijmpotten aan mijn kop. Ja, en als je niet of 70 of 80 uur in de week werkte, was je een luie flikker. Hoezo burn-out? Hoezo stress? En dat hadden wij dan niet. Natuurlijk had je stress. En dat loste je gewoon zelf op. En nu zijn ze dus bij het ministerie van Volksgezondheid, zijn ze een campagne begonnen. Ja. En die campagne die heet, hey, het is oké, ja. En daar wordt, dus zeg maar zogenaamd, de werkstress, die wordt daar bespreekbaar gemaakt. Ha, vrienden, het is toch werkelijk helemaal te gek. Ja. Oh, beste mensen, die watjesgeneratie, dat is toch werkelijk om te gillen. Ja, oh, en laat iedereen die dat nu nog doet, dat hele woke, hou op met pamperen.